Politieacties in Turkije tegen de oppositie. Journalisten en oud-politiechefs die kritisch zijn over president Erdogan zijn opgepakt. En verder in het nieuws vandaag. We shoppen minder, behalve op zondag. En de EU betaalt Marokko om migranten daar te houden. Goedenavond. De Turkse president Erdogan heeft vandaag laten zien wie er de baas is in het land. Verspreid over Turkije deed de politie invallen. Voornamelijk bij mediabedrijven die banden hebben met de oppositie. 23 journalisten en ook voormalige politiechefs zitten vast. Ze zouden op de hand zijn van de geestelijke Fethullah Gülen, rivaal van Erdogan. De arrestaties komen bijna een jaar nadat Erdogan zelf in het nauw kwam door beschuldigingen over corruptie. In een busje rustig aankomen rijden. Naar binnen wandelen. En even later met degene die je op de korrel had weer naar buiten lopen en weg. Zo ging het er op verschillende plekken in Turkije vanmorgen aan toe. En ze hadden het allemaal ook al zien aankomen. Vrijdag zongen rond dat het ging gebeuren. Dus het protest tegen de arrestatiegolf was ook al voorbereid. Het is een regelrechte aanval van de staat op de democratie en het vrije woord, zeggen ze hier. Burada hırsızlar, nerede yiğitler? Bu yakışmadı. Uluslararası bir medya kuruluşuyuz. Yurt dışında da yayınlarımız var. Ve bu manzaralar Türkiye'nin utanılacak manzarası olarak tarihe geçti. Voor bestuursvoorzitter Karaca van de Samanyolu Media Groep waren het zo'n beetje de laatste publieke woorden in vrijheid. Hij werd zelf ook afgevoerd. Er staat inmiddels een waterkanon klaar voor het hoofdbureau van politie in Istanbul. Geen overbodige luxe. Want zo ging het er een jaar geleden aan toe. Toen er een arrestatiegolf plaats had onder ministers en hun zonen uit de regering van toen nog premier Erdogan. Op beschuldiging van corruptie en het witwassen van fout geld. Volgens Erdogan kwamen die beschuldigingen uit de koker van zijn rivaal, de geestelijke Gülen. Erdogan ontsloeg een tiental ministers en sloeg de publieke verontwaardiging neer. En slaat nu, bijna een jaar later, hard terug, zo lijkt het. Ja, correspondent Lucas Waagmeester staat voor dat hoofdkantoor van politie in Istanbul, waar verdachten worden vastgehouden. Lucas, waarvan worden ze nu echt verdacht? Ze worden aangeklaagd wegens, zo lijkt het, deelname aan een terroristische organisatie. En wegens het ondermijnen, pogingen daartoe, van de Turkse staat. Dat is natuurlijk nogal een aanklacht. Vrij breed ook, hè, daar kun je van alles onder scharen. Er zal dus de komende tijd heel erg hard en stevig bewijs voor moeten komen. Of dat bewijs komt er niet en die aanklacht blijkt niet te kloppen. Ja, en dan lijkt het er toch wel heel sterk op dat we hier zitten te kijken naar een poging om oppositie tegen de Turkse regering tegen te gaan, te ondermijnen. Want ja, journalisten arresteren, dat wordt hier in Turkije vandaag en ook buiten Turkije vandaag toch wel veel gezegd. Ja, dat is toch wel echt wel een hele stevige schop tegen de schenen van de Turkse democratie. Ja, maar als je het zo bekijkt, is het president Erdogan dus vooral te doen om die Gülen-beweging aan te pakken? Ja, dat is het. Dit is een strijd tussen Erdogan en die Gülen-beweging. Tegelijk, hè, voor de neutrale toeschouwer is het ook wat misleidend soms om altijd alles hier op te hangen aan die strijd tegen de Gülen-beweging. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Een jaar geleden is er een aanklacht vanwege corruptie tegen politici, tegen leden van de regering. In het jaar wat daarop volgt worden aanklagers, rechters, hoge politiemensen opgepakt, uit hun functie gezet, overgeplaatst, van de zaak gehaald. Vandaag komt er nog eens bovenop dat journalisten die verslag willen doen van die corruptiezaken, het leven moeilijk wordt gemaakt, worden gearresteerd. Dat is wat we hier zien. Tegelijk daaronder ligt wel degelijk de strijd tussen president Erdogan en die Gülen-beweging. Wat wel interessant is om hier in de gaten te houden, dat is een jaar na die aanklachten, na die corruptieaanklachten, gaat het hier vooral nog over die strijd tussen Erdogan en Gülen. En gaat het eigenlijk bijna niet meer over die corruptieaanklachten tegen de entourage van president Erdogan. En dat heeft de president toch wel voor elkaar. Dankjewel, Lucas Waagmeester in Istanbul. De Europese Unie heeft bezorgd gereageerd en zegt dat de politieacties van vandaag in Turkije indruisen tegen Europese waarden. Het kan leuk zijn de stad ingaan om te shoppen, maar steeds vaker gebeurt het vanaf de bank, via internet.
Sinds de opkomst van de webwinkels hebben de echte winkeliers het moeilijk. Vooral op de traditionele koopavonden. Maar er is iets opmerkelijks aan de hand. Terwijl er gemiddeld steeds minder mensen de binnenstad intrekken, zit de koopzondag juist in de lift. En gaan steeds meer winkeliersverenigingen zich op die zondagmiddag richten. Als het tenminste mag van de gemeente. Eén dag in de week is het rustig in het winkelhart van Drachten. Nou ja, overwegend rustig. De ChristenUnie stelde bij de onderhandelingen over een nieuw college de zondag rust veilig. Ik weet ook dat je het niet tegenhoudt. Maar zolang dat we het hier in Drachten een beetje tegen kunnen houden, dan vind ik het prima. Maar bij de winkeliers is het ongenoegen groot. De ontwikkeling in de laatste tijd in Drachten is toch dat de gemeente volop investeert in het centrum. Dus ja, moet je er ook volop gebruik van kunnen maken. We zitten in een 24-uurseconomie, 7 dagen in de week. En dat doen wij niet ermee. Als we om ons heen kijken, dan hebben we ook steden waar ze zondags wel open zijn en wij niet. Jaloers kijkt de Drachtse middenstand naar plaatsen waar ze op zondag wel open mogen. Zoals hier. Fun shoppen doen ze in Alkmaar graag op de koopzondag. Maar haal je daar ook extra omzet mee binnen? In het begin was het omzetstijging fors, echt extra. En we zien nu wel dat het de zondag iets gewoner wordt in het winkelpatroon. Er komt een gewenning in, zeg maar, bij de consument. En die trend, dat is een landelijke. De extra drukte op zondag heeft een prijs. Ja, dat gaat ten koste van andere dagen. Vooral de koopavond, die leidt daaronder. En zo af en toe ook eens een keer de zaterdag. Per saldo blijkt de koopzondag op de lange duur een klein beetje meer omzet te genereren. En veel winkeliers zouden daar graag de deur voor open doen. Staatssecretaris Dijksma versoepelt de maatregelen om vogelgriep te voorkomen. De afgelopen 2 weken zijn er geen nieuwe gevallen meer geweest in Nederland. De versoepeling gaat in om middernacht, maar geldt nog niet voor de 10 kilometer zones rond pluimveebedrijven waar vogelgriep is vastgesteld, zoals in Hekendorp in de provincie Utrecht. De staatssecretaris trekt alleen de beperkingen in voor pluimveebedrijven in het westen van het land. Bedrijven in Zeeland, West-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland mogen morgen weer handelen met de rest van het land. Met 2 dagen vertraging hebben 190 landen in Peru toch nog een compromis bereikt over de tekst van een nieuw klimaatakkoord. Dat akkoord moet komend jaar definitief worden gesloten en heeft als doel de uitstoot van CO2 verder terug te dringen. Er is wel kritiek op de afspraken. Veel waarnemers vinden ze te vaag. Een dancefeest in Amsterdam-Noord is afgelopen nacht geëindigd in een massale vechtpartij. De politie heeft 5 mensen opgepakt. Volgens de politie gingen tientallen mensen kort voor het einde van het feest met elkaar op de vuist. Het gebeurde op de dansvloer en bij de garderobe. En in de chaos is een groot aantal jassen gestolen. Op het feest waren zo'n 1500 mensen. Op elk station minimaal 2 treinen per uur. Dat is de belangrijkste verandering in de nieuwe dienstregeling van de NS die vanochtend is ingegaan. Ook rijdt weer 16 keer per dag de Benelux-trein tussen Amsterdam en Brussel. 2 jaar geleden werd de dienst geschrapt om ruimte te maken voor de Vira. En toen het misging met de Vira, toen keerde de Benelux-trein al terug, maar dan alleen tussen Den Haag en Brussel. En ook Schiphol is weer iedere nacht per trein bereikbaar. En verder rijden treinen in het weekend langer door op sommige trajecten tot 2 uur 's nachts. Gluten, noten, melk. Als u een allergie heeft voor dat soort producten, is het lastig als u uit eten gaat. Maar vanaf dit weekend is het anders. Tenminste, dat is de bedoeling. Want alle horecaondernemers moeten aan hun klanten duidelijk aangeven, met deze icoontjes, of hun gerecht een allergische reactie kan veroorzaken. Dit is Vera. Ze is 28 en allergisch voor koemelk. Bijvoorbeeld kaas, mozzarella of parmezaanse kaas. Nou, die mag ik sowieso wel niet. Als ze er maar een heel klein beetje van binnen krijgt, dan zwellen de slijmvliezen in haar mond op en krijgt ze het benauwd. Ik vraag me af of die truffelzuur, of die melkvrij is. Of daar zit inderdaad een probleem, daar wordt room voor gebruikt. Dus, room, oké. Okay. Ja. En is er misschien een alternatief voor? Ja, ik ga even overleggen met de keuken. Restauranteigenaars kunnen kiezen. Of ze zetten de allergieinformatie op de menukaart, of ze moeten de vragen van klanten kunnen beantwoorden en dus precies weten wat er in de gerechten gaat. Als alternatief gebakken paddenstoelen. Oké, ga ik dat even voorstellen. Bedankt. Weet u wel van alle producten die u in de keuken gebruikt, wat daarin zit aan allergenen? Ja, dat weten we wel, ja. We werken toch over zaken met verse producten. Dat zijn gewoon dus de pure producten. En de enkele producten die we gebruiken, daarop staat duidelijk op de etiketten wat voor soort allergenen erin zitten. Ook de oliebollenkraam moet aan de nieuwe regels geloven.
En ook al wisten ze dat hier nog niet... Zit er melk in uw oliebollen? Nee, in onze oliebollen zit geen melk in. Antwoorden hebben ze wel. Er zijn restaurants die de allergieinformatie op de menukaart hebben staan. Hier heb je een kaart vol met allemaal informatie over wat voor ingrediënten, wat voor allergenen erin zitten. Bijvoorbeeld een wrap eiersalade. En dan kijk ik waar ik allergisch voor ben. In mijn geval melk of wel lactose. En dan zie ik hier een vinkje staan. Dus ik mag de wrap eiersalade hebben. Ik vind het heel erg makkelijk. Ja, geen gedoe. Gewoon lekker eten bestellen en doen alsof je helemaal geen allergie hebt. Ja, en als restaurants niet helemaal weten wat er in alle gerechten zit, dan hoeven ze niets te doen. Maar ze moeten dan wel zeggen dat klanten met allergieën er eten op eigen risico. Marokko schiet Europa te hulp bij de aanpak van het vluchtelingenprobleem. Tegen betaling dat wel. In ruil voor subsidie uit Brussel verstrekt Marokko verblijfsvergunningen aan Afrikanen die Europa proberen te bereiken. Bijvoorbeeld via de Spaanse enclaves in Marokko, Ceuta en Melilla. Heeft een woordvoerder van de Europese Commissie laten weten aan Nieuwsuur. Na een proefperiode start op 1 januari een groter project. De controlepost van de Guardia Civil in de Spaanse enclave Melilla had dit jaar al met 65 bestormingen van het hek te maken. Wanhopige mannen die Europa proberen te bereiken. Uiteindelijk hadden 4600 illegale succes. De Spaanse regering heeft de situatie niet meer in de hand en heeft Europa om steun gevraagd. De Europese Unie is een samenwerking met Marokko begonnen. Dat land gaat nu zelf migranten opvangen. Ze krijgen onderwijs en gezondheidszorg. Maar hulpverleners, zoals in de Jezuïtenkerk van Nador, vinden het een verontrustende ontwikkeling. Me preocupa. Soy consciente que la situación política es muy complicada y que no es fácil para la Unión Europea una posición clara. Soy consciente, pero hay unos principios que la misma Unión Europea defiende que no está cumpliendo aquí. De burgemeester van het Spaanse Melilla is voorzichtig positief. Se vive mejor en Marruecos que en el Senegal. O se vive mejor en Marruecos que en Nigeria. Aunque parezca mentira, sí, es mejor. Es un país más rico que tiene más renta que estos. Por lo tanto, es un paso intermedio a Europa. Si están ahí, podrán pasar y si no pueden pasar, se quedan en Marruecos. Maar de gestrande Afrikanen in Marokko, vlak bij de grens, piekeren er niet over om in dat land te blijven. De Marokkanen même souffrent ici. Dans leur propre pays. Et malgré que nous on travaille pas, nous on fait rien ici. De Europese Commissie laat weten dat er met steun uit Brussel al een begin is gemaakt met het opstarten van een nieuw Marokkaans asielbeleid. De Europese Unie wil niet toelichten om hoeveel geld het gaat en hoeveel mensen worden opgevangen. Vanavond een uitgebreid verslag in Nieuwsuur, dat is om 10:00. Het weer nu. Ja, Willemijn, hoe ziet het er begin van de week uit? Begin van de week ook wisselvallig en eind van de week eigenlijk ook. Alleen dan meer regen en dan is het ook zachter. Maar daar kom ik natuurlijk zo meteen bij. Dit soort plaatjes kunnen eind van de week in elk geval niet meer gemaakt worden. Afgelopen nacht wel, want het was helder. Vandaag ook flink wat zonneschijn. Maar de bewolking is vanuit het noordwesten inmiddels al aan het toenemen. Nou, vannacht trekt er dan een gebied met neerslag over. Van west naar oost over het land. En morgen overdag hebben we daar in eerste instantie nog mee te maken. Langzamerhand gaat het wat droger worden. Met die neerslag vannacht gaat de wind ook toenemen. Het wordt matig tot vrij krachtig boven land. Aan zee komt er een harde wind te staan. En het koelt af tot een graad of 2. Morgen trekt die neerslag dus naar het oosten weg. Daarachter komt dan de zon tevoorschijn. Maar helemaal droog wordt het niet. Ik denk dat er van tijd tot tijd nog wel een bui kan vallen. Het wordt morgen 7 graden. En de wind is matig boven land. Meest matig en vrij krachtig aan zee en in het Waddengebied. Ja, en dan de dagen daarna, laten we even focussen op het eind van de week. Eigenlijk vanaf woensdag flink onstuimig en 10 graden. Tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. De Turkse president Erdogan laat zien wie er de baas is met arrestaties. Tientallen journalisten en voormalige politiechefs zitten vast. Dat was het 8 uur journaal om 10:00 Nieuwsuur op NPO 2. Fijne avond.